Max Verstappen is de allerbeste Nederlandse autocoureur die, uh, die we ooit gehad hebben. En het zal hem wel even duren voordat het er een komt uh, die beter is. En er zijn natuurlijk, uh, ik heb hier prachtige uitzichten op de grachten gehoord. Want ik weet niet of het alleen hier is. Maar er zijn natuurlijk genoeg vaders dat die denken. Als ik me zo maar met drie jaar in de kart flikker. Dan wordt hij net zo goed als Max. Nee, dat, uh, dat is het niet. Hmm. Hij, is een, uh, uh, hij is niet zo dik als Dick Trom. Als hij uh, ietsje waardig is zou hij zeggen: Het is een bijzonder kind. En dat is het. Hmm. Want wat voor mensen is Max Verstappen? Nee, Max is natuurlijk nu gewoon een, 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 een volwassen kerel aan het worden. Het was gewoon een, een, een ventje die op 16-jarige leeftijd uh, een Formule 1-contract krijgt en op 17-jarige leeftijd daar rondreest. Mm -hmm. En dat is in zijn geval de complete uh, logica van hoe zijn leven um, gecreëerd ge is. Zoals... Nou, heel goed, goede keuze: ja. gecreëerd is. Ja. Ja. Zijn vader. Heeft ervaren dat hij, uh, ondanks alle goede steun van de en Gatter en ondanks alle uh, uh, pogingen die hij gedaan heeft, hij weet precies. Ja, dat heb ik niet goed aan, dat heb ik niet goed aan. Maar Jos was in de karting net zo goed als dat Max dat in wezen uh, was. Mm -hmm. Heeft het ook wat Europese kampioenschappen. Max Moeder was ook echt een hele goede kartdame. Mm -hmm. Die de als Giancarlo Vizicella van deze wereld. En een aantal andere jongens, Mika Salo van deze wereld, gewoon verslagen heeft. Dus het DNA van Josse Stappen en Sophie Kumpen, uh -huh. uh, daar is Max uit voortgekomen. Uh -huh. En Jos heeft hem daarin uh, in een traject meegenomen waarin alles moest wijken, omdat hij wist van: als, ik, als het me lukt en ik kan hem, zeg maar, reeds uh, technisch opvoeden zoals ik denk, uh, wat de hardheid die je nodig hebt en alles wat daarbij hoort, dan. En hij heeft maar een beetje van het talent wat ik zelf had. Maar maakt de fouten niet die ik gemaakt heb. Mm -hmm. Dan komt het goed. Mm -hmm. ja, is, het een, is het een prettig mens? Ja. dat is natuurlijk voor mij een heel andere generatie. Dus ik, het, het, het hoofdzakelijke... waar ik hem natuurlijk met hem mee maak is... Uh, als wij elke vrijdag... toen wij op de circuits waren... had ik een een-op-een uh, een -een interview met hem over allerlei dingen. En dan vond hij het altijd wel leuk... als het niet alleen maar over reeds ging. Dus hij is... Hij is heel nieuwsgierig, weet ik, letterlijk met het aanhoudelijk op het nieuws. Dus hij kijkt heel veel op zijn telefoon naar het nieuws. Dus hij is wel sociaal. Hij heeft natuurlijk een uh, enorme sociale familieband. Omdat hij vanwege zijn vader heeft ook, een, ja, ik geloof wel dat hij twee stiefzusjes heeft. Of wel, misschien wel drie. Maar dat, mm -hmm. dat is allemaal niet allemaal nee, spannend. Nee, maar dat, dat vind ik super tof aan hem. Ja. En als je dan in de periode drukker wordt, zegt van ja, ik wil meer tijd met mijn... Me, Familie doorbrengen, dan, 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 dan zit, je er, zit je er wel redelijk goed nou, in. Volgens mij zit er ook onwaarschijnlijk mentaal sterk. Weet je? Dat nee, dat ook, sowieso. Toch een enorm onderscheid tussen het hebben van talent en, 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 <laughs> en daarmee om kunnen gaan, zoals hij. Deze man is dusdanig doorzetter ja. dat er ja, nu allerlei mensen zijn, ja, zijn teamgenoot, checkerpress, je moet iemand hebben die max meer het vuur aan zijn scheen ja. legt. En die zegt, die heb ik niet nodig. Nee. Want Ik zorg er zelf voor ja, dat, ik dat ik, als ik uit die auto stap, altijd kan zeggen. Ik heb er alles aan gedaan. Ja. Dus als het niet gelukt is, hoeven we daar ook niet bang over te zijn. Want dan zat er niet meer in. Als er nee. meer in zat, had ik het eruit gehaald. Ja. Dat is zijn norm. Ja. Hoeveel jaar gaat dit nog door? Uh, ik, ik, ik vraag je niet om in een, uh, een vissenkom te kijken. Maar zijn huidige dominantie is natuurlijk enorm. Uh, ja, is dat en, zo? Ja, toch. Hij rijdt toch, toch echt iedereen aan alle kanten uit. Onder alle weersomstandigheden. Ja. Met hoeveel seconden? ja dan, nou ja met door de gele vlaggen op Zandvoort dit keer een paar seconden maar ook ja als, als er geen gele vlaggen rode vlaggen zijn dan eindigt hij een minuutje eerder dan de rest van het veld nee dat is A niet waar en B ook niet ik denk als hij uh, normaal gesproken en dan doet hij echt serieus wel zijn best dan wint hij als hij een dominante overwinning pakt wint hij met 20 seconden voorsprong als in die sport toch heel veel maar gaan ze even een paar jaar terugkijken. Mm. Schumacher kon het hele veld op een rondje zetten ja. Um, uh, Hamilton. Dus die hadden een veel dominantere auto... Okay, ...onder dus hun de marge Max heeft. Een Max heeft. Het hele veld komen. ook door de reglementen. Zich. Ik, ik geef je echt een briefje. Verstappen moet veel harder rijden... ...voor zijn overwinning dan wij denken. Want hij bouwt wel een voorsprong uit... ...en dat doet hij met een halve seconde per rondje. Hmm. Van 1 minuut 20. Dus een halve seconde hmm. per rondje. Alleen, omdat hij zo verrot goed is... Hmm pakt hij dat elk, elke ronde en zit er niet één ronde bij nee. waar hij in één keer anderhalve seconde verliest waardoor hij weer drie ronden bezig is om die fout goed te nee, het maken. Het is eigenlijk een rentje rits, maar van schaats. Zo moet je he? denken. Dus hij kreeg op een gegeven moment Goed je met ervoor. Ja, op okay. die had die stabiliteit. Ja, wij keken al ja. de ook. en ik weet nog uit mijn hoofd, weet je, die, die rondetijden en op een gegeven moment dat we zeiden van nou, ah, weet je, Pak even die 15 minuten op de 10 kilometer. Nou, daar komt nooit meer iemand onder. Hè? Daar konden we bij. Hey, Marts Mees kon er daar. Ja. Dit is even geschiedenis. Nou, inmiddels weten we. 1336 geloof welke... ik. En nu het wereldrecord ja, op de 10 kilometer. Wat, ja. wat ik nog een beetje. Wat jij bent dan mondiaal. Je ging al die. En gaat hopelijk zometeen. Of ging al die wedstrijden natuurlijk naar al die landen en ja. steden af. Is Nederland. Hè? Dus kijk, Nederland is nu uh, drie jaar behept met Max. Hè? En uh, ik heb reis zelf ook heel veel. Heel veel uh, de wereld uh, meegemaakt. Maar is Nederland nou... Of de Nederlander, laat ik het zo zeggen. Is die... Want die, als die bijvoorbeeld nou verliest... Stel, hij had verloren op Zandvoort, ja. Yeah, dan was het een onwaarschijnlijke dus teleurstelling. En, en, he, ze gaan er eigenlijk al vanuit. Ja, maar dat is typisch Nederland. Ja, dat is maar, dat heel, is, okay, maar dat was eigenlijk is een, een heel Nederlands trekje. Is, dat is een Nederlands trekje. Hè? Want dat vind je niet in Duitsland of Italië of Frankrijk... of zelfs in Amerika, volgens nee. mij is dat helemaal niet zo. Nee, ik... Uh, ik, 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 ja, maar werd, <laughs> ik weet dat ik het niet zo heb met de publieke omroep... maar de publieke omroep is ook altijd... We zijn wereldkampioen. Ja, maar, denk, maar dat, nou, dat is dus, helemaal niks, nee. niks we bij. En in deze week had ik toevallig gelukkig op de avond wel wat tijd was het het, het, het WK atletiek was er en we gingen wel even die, uh, die, die nee. nee nog daarvoor we gingen oh, daarvoor, wel even ja. die medaille ophalen met die gemengde oh, ja, ja, ja. en toen gingen we wel even, oh, twee medailles ze flikkeren het meteen te hoog iemand ja. die naar de Olympische Spelen gaat ja. wordt in Nederland verwacht terug te komen met de medaille Nou hij heeft eindelijk Pieter van de Hoogenband gezegd als we het nou een echt beetje downsize puur houden dat halen moet een bepaald doel zijn en ja, natuurlijk vinden we het leuk als mensen me thuis vinden, maar we gaan niet roepen, het moet beter worden dan we tot op heden gedaan hebben of alles gedaan nee. hebben. En ik vind dat een hele goede instelling. Ik wil ja. toch nog even terug naar de Formule 1 en jouw opmerking van zojuist dat uh, iedere vader die een zoon heeft van drie die het aardig doet in een kart, dat hij uh, hoopt dat hij, uh, of denkt dat dat wel een Max stap zal worden. Zie jij op dit moment in Nederland helemaal niemand rondrijden die diezelfde passie, diezelfde datzelfde talent heeft? 12, 13, 14, 15 jaar oud als Max Verstappen? Of is, 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 zie jij wel mensen waarvan je denkt van die zouden het kunnen gaan halen? Nee, er zit op dit moment niemand achter. Zo simpel is het. En, uh, Ook René Niet Lammers van uh, Jan, Europees kampioen, vergelijkbaar een beetje dezelfde ja, leeftijd. Ja, maar precies op het punt, precies op het punt dat hmm. hierna hmm. duidelijk gaat worden. Nee, okay. Of, het, of het, dus dat of weet is. Dus stel, jij zit er over een jaar hier nog een keer. Dan, dan, dan heb je al meer die... zekerheid. Om dat... Ja, zeker. Ja. In karting, dat moet je eerlijk zijn. Het is gelukkig al eerlijker geworden. In ja. karting is eigenlijk uh, de laatste jaren minder. Maar vroeger kon je gewoon je, mocht je eigen banden meenemen. Ja. En Bridgestone zorgde ervoor dat, weet ik, van Josse Stappen. Die had dezelfde banden als de anderen. Dezelfde codes. Maar was alleen twee compounds zachter. Dus een rij al een tiende harder. Ja. Je hebt vaders in karting die hebben zes chassis en acht motorblokken. Dat ja. is tegenwoordig daar is dus geld nog wel redelijk bepalend. Wordt, wordt ook allemaal niet. teruggebracht. Dus ja. tot op zekere hoogte er zijn natuurlijk ontzettende jongens die, heel veel jongens die heel goed in karting waren die nooit uiteindelijk uh, echt doorgebroken zijn. Guido van der Gaard is ook weer wereldkampioen karter geworden. Ja. Heeft Formule 1 ja. aangeraakt. Ja. Maar hij is daar niet succesvol geworden. Nee, daar vind ik Jan bijvoorbeeld ook nog wel een, Ja, ik weet niet of ik hem vergelijkbaar met, met Jos. Maar die geeft zich ook redelijk voor de sport, natuurlijk. En ook redelijk voor. Nee, ik denk dat het plan wat Jan uitgedokterd heeft. Want ik weet dat hij al met autoteams aan het praten is. Maar ja. daar wordt het natuurlijk anders. Hè. In karting heb je trainen en trainen en gevoel en ja. uh, gezelligheid. En dan kom je ineens in de autosport. En zeg Oké, okay, hier heb je één zetje banden. Daar moet je het vandaag mee doen. Dus als je ja. in bocht twee verrunnen bij je is de, de dag de lul. Ja. En kom dat maar weer eens erboven. boven. Dat is plus. Tadaa, welkom in de normale wereld. Straks komt René erachter dat hij hem niet meer met plassen gaat verslijten... maar met andere dingen. En dan moet je ook ja, de kunnen blijven. Nee, maar dat gebeurt. En dat gebeurt dat goeie, en heel veel. Dat wordt een goede quote, denk ik, ja.